eigen heideterrein is niet voor iedereen weggelegd, maar wel voor de familie Duintjer. Zij bezitten hun eigen landgoed, het Westerse Veld, bij Rolde. Het is een landgoed ontstaan door heel veel smalle strookjes heide op te kopen door mijn opa. In 1930 is dat begonnen. En in 1960 ongeveer was het compleet met de grenzen zoals we nu hebben. Het is nu 192 hectare groot. 70 hectare is heide, woeste grond. En zo'n beetje 100 hectare is bossen. En wat vennen, wat water, wat veen. En nog een kleine 20 hectare landbouwgrond hebben we nog over. Oorspronkelijk was het hele gebied, welke kant je ook opkijkt, was allemaal heide hier. Eind 1800, begin 1900 zijn er her en der stukjes omgevormd naar landbouw. En dat is ook hier in dit gebied gebeurd. Ook mijn opa heeft destijds van heide gronden, landbouwgronden gemaakt. En ik als kleinzoon heb het nu weer terug kunnen brengen door heel veel landbouwgrond af te graven. Zo'n 30, 40 centimeter vruchtbare grond af te graven. En weer door verschraling de heide weer terug laten komen. Wat we hier nu zien is de blauwe klokjes gentiaan. Een gentiaan die op de rode lijst hoort. Heel belangrijk voor het gentiaanblauwtje, dat is een vlinder. Die gebruikt dit als waterplant. En dit is teruggekomen nu wij hier de nieuwe natuur weer terug hebben gebracht in het oude aardappelland. En als dit dan omhoog komt, dan ben ik hier helemaal gelukkig. We staan in een Natura 2000 gebied. Dus er zal ook waarschijnlijk in de toekomst mogelijkheden zijn om met een beetje extra geld nog wat ontwikkelingen te kunnen helpen. En we hopen dat het een super mooi natuurgebied wordt. Het is al heel mooi, maar nog mooier.